Sam, je officiële debuut. Speciaal moment, yes. Lijkt me. Ja, heel speciaal moment. Lang op gehoopt, gewerkt en ja, vandaag is uiteindelijk de dag. Heel mooi. Ja, kun je beschrijven hoe je hier naartoe hebt gewerkt? Ja, het was nog niet zeker dat ik vandaag erbij bij zou zitten. Afgelopen week te horen kregen. Maar nee, deze week volledig met de eerste mee mogen trainen. En ja, er waren natuurlijk wel afwezigen vandaag. Dus ja, daarom een mooie kans voor mij om eerste minuutjes te maken. Ja, het is wel zonde. Het gebeurt wel in een lege kuip. Hoe heb je dat ervaren? Ja, dat is natuurlijk jammer. Ja, het liefst wordt natuurlijk heel de kuip vol met publiek erachter. Dat maakt het natuurlijk extra speciaal. Alleen ja, dit is wel heel mooi. Nou, net nu onder 21 de competitie stil ligt, komt je debuut. Was het makkelijk om er gelijk te staan? Ja, de afgelopen weken hebben we wel gewoon gevoetbald, oefenwedstrijden gespeeld. Dus dat is enigszins gewoon, ja, we hebben gewoon door kunnen trainen en door kunnen spelen dan enigszins. Niet officiële wedstrijden dan, dat is wel jammer, maar in principe gewoon prima voorbereiding kunnen hebben. Ja, en dan je debuut in de Conference League. Hoe is de stap van onder 21 naar de Conference League? Ja, het gaat natuurlijk allemaal sneller en een stukje harder allemaal. Maar ja, op zich prima aan kunnen passen en mijn ding kunnen doen, denk ik. Ja, en toen je inkwam kreeg je een schouderklopje van Slot, van Pusic. Wat gaven ze je mee? Ja, gewoon je ding doen en jezelf laten zien en achterin neerzetten. En de nul hou je helaas niet gelukt, maar voor de rest prima gespeeld. Ja, hoe kijk je verder terug op je eigen prestaties vanavond? Ja, op zich denk ik prima. Jammer van die tegenkool dan natuurlijk. Als verdediger wil je natuurlijk altijd de nul houden. Maar voor de rest prima mijn ding kunnen doen. Goed aan de bal. En ja, zeer tevreden eigenlijk. Goed zo. Hoe bijzonder is het om een achterhoede te vormen met zoveel spelers vanuit de jeugdopleiding? Ja, dat is natuurlijk een heel goed teken voor de club en zeker voor de jeugdopleiding dan. Dus ja, dat is hartstikke mooi. Ik ken die jongens natuurlijk dan al een tijdje. En dat is ook, ja, redelijk vertrouwd om dan mee te spelen. Die jongens ken ik natuurlijk redelijk goed. Dus hartstikke goed. Ja, een wedstrijd als vanavond is vooral ook eentje voor jou om dingen te leren natuurlijk. Wat zijn nou de dingen die je expliciet meeneemt uit deze wedstrijd? Ja, gewoon op verdedigende vlakken kan ik nu nog heel veel stappen maken. Dus daar neem ik heel veel mee. Het coachen en het neerzetten van de verdediging, daar moet ik nog flink stappen in maken. En dat soort dingen leer je alleen maar door dit soort wedstrijden te spelen. Want dan moet je echt aan de bak.